Tijdens mijn interactieve workshops in Google Analytics krijg ik dikwijls de vraag of opmerking van ik wil niet echt een data-analyst worden. Nu, voor mij is het verschil tussen een data-analyst en een zeer goede data-analyst is degene die gewoon op zoek gaat naar de oorzaak van een probleem en niet iedere maand gewoon naar dezelfde cijfertjes aan het kijken is.